Als je het mij vraagt, is dat de Jeep Wrangler Unlimited de meest complete auto ter wereld. Hij kan echt alles. Maar op een dag als vandaag, met dit weertje, is die misschien wel te compleet. Daarom zit er maar één ding op. Het dak gaat eraf. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Het mag bekend zijn, hè? Het hele dak kan van deze Jeep af. De voorruit kan plat, de deuren kunnen eruit. Alleen ik heb geen idee hoe je dat doet en voor deze video heb ik me bewust zo min mogelijk voorbereid op de Bonnefoy met een van de minst technische mensen van Nederland. En ik weet in ieder geval wel waar je begint en dat is met het verwijderen van die achterste raampanelen. Hey Marvin, als jij nog even wat shortjes maakt, dan doe ik deur nummer 4. Het werk gaat altijd deur, jong. We zijn pas een half uurtje bezig. Ik ben nu al afgedraaid. 4 deuren eruit, de raampanelen zijn eruit. En nu het pièce de résistance van deze Jeep Wrangler, het dak. Dat kan er van voor tot achter af, maar is wel een behoorlijke operatie. Kijk, dit is wat mij betreft de allermooiste optie van mijn Jeep Wrangler. Het Sky One Touch reusachtige canvas panorama dak dat open gaat zodra je op het knopje drukt. En het hele apparaat kan er dus af. Je moet alleen wel 18 of 19 boutjes losschroeven. Ja, hiervoor heb ik wel even wat zwaarder gereedschap ingeschakeld. Een accutolletje en een heel high-tech hulpmiddel. Want de boutjes die eruit komen, die zijn van verschillende lengtes. En daarvoor heeft Jeep gek genoeg geen bewaarplekje gemaakt in de Wrangler. Dus die moet je even keurig in een kartonnetje bewaren. Zodat je ze ook weer op de juiste plek terug kunt zetten. Here we go! Eindelijk heb ik mijn eigen A-team. Nou, dat is één kant, als ik me niet vergis. Er zit beweging in. Nog een keer. Oh. Ik hoop zo dat mijn vader trots op me is. Ik helemaal euforisch, maar we zijn er nog niet, want ik werd net even op mijn vingers getikt door de mannen die er wel verstand van hebben en moet nog een stekkertje los. En die zit hier. Tadaa! Oké. Zo, nu wel dan. Here we go. 3, 2, 1. Ja. Het lijkt in eerste instantie dat Jeep overal aan gedacht heeft. Maar deze moet je dan toch nog even handmatig terugschroeven, anders raak je ze kwijt. En ook hier geldt, de bouten zijn niet van dezelfde lengte, dus je moet echt wel je kopje erbij houden. Kan ik nu dan eindelijk gaan rijden? Mocht je nou denken dat we er zijn, nee, er is nog meer te doen, want de voorruit van deze auto kan ook nog plat. Daarom zitten die gekke beugeltjes op de motorkap. En dat begint met het verwijderen van de ruitenwissers. Echt zo'n functie die je wilt in Nederland. Ik denk sleuteltje 12, Rubens. Kan ook 10 zijn of 14. Geen idee. Dank je. Oh man, ik wil ook niet te veel kracht zetten. Want ik ben als de dood dat ik ze breek. Maar kijk, daar gaat hij. Zo. Dat is 1. En dan gewoon eraf frikken. Wil jij het anders doen? Ik ben als de dood dat ik hem breek. Kijk, Rubens heeft hier wel voor doorgeleerd. Althans. Lekker, jongen. Of weten die gasten hier binnen er misschien wat van? Die hebben dat misschien vaker gedaan. Heb je ook een vliegeniersbril? Want ik heb wel trek, maar niet echt in vliegen. Ik ben zo blij dat er mensen zijn die wel verstand hebben van hun vak. Dankjewel, Mike. Goddomme, joh. Wat ben je allemaal aan het doen, man? Ja, het is geen handige soft op dit, hè? Dan kan je beter die... Daar komen we nu ook achter. Ja, dat wist je niet. Jawel. Maar we hadden al gezien dat die Sky One Touch eraf kan.
Maar ja, wel. De motor kan er ook uit. Ja. Huh? Ja. Hoppatee. Hij kan wel dingen. Lekker. Dat is één. Oké, okay, de zon is bijna onder, maar we hebben nu echt nog maar één boutje te gaan. En die zit hier in het hoekje weggestopt, geloof ik. Kom maar schroefje. Ik ben een bout. Niet te doen. Ah, kijk. Yes. Hemmes. En in 3, 2, 1, sesam, open nu. Maar kan dat gewoon zo, ja? Oké. Okay. En dan nog een belangrijk ding. Waar is mijn kapje? Hier is mijn kapje. Want hier zit de radarunit van de Wrangler en die moet je afdekken met een speciaal afdekplaatje. Als je dat niet doet, dan heb je een hele dure reparatie. Maar hoe moet dat? Natuurlijk kan je je voorbereiden, Roland. Hè? La la la, die moet daar. Kijk, als die klik zegt, is het goed. Nou, op naar de wasstraat. Ja, er kan maar één nummer zijn dat je kunt draaien op het moment dat je een Open G Wrangler rijdt. En dat is natuurlijk Joe Cocker met Summer in the City. Maar dit is wel de overtreffende trap van vrijheid, als je het mij vraagt. Hè. Normaal gesproken, omdat dat hele dak open kan, ben ik wel een beetje gewend aan wind door het gebrek aan haren dat ik heb. Maar nu, ik draag even bewust mijn zonnebril, doe ik normaal nooit in de video. Maar anders zit ik alleen maar vliegen te happen. De voorruit is neer. Ik heb geen deuren hier naast me. Voor de duidelijkheid, dat is niet helemaal legaal. Daarom doen we een heel klein rondje even hier op het industrieterrein. Want je mag officieel in Europa niet zo rijden. A, je kunt eruit vallen. Ik heb weliswaar een gordel om natuurlijk. Maar ja, heel erg veilig is het allemaal niet. En je kunt bij Jeep wel van die kleine rastertjes bestellen, zodat het wel legaal is. Maar dan nog heb je het punt dat er geen buitenspiegels aan mijn auto zitten op dit moment. Want die zitten vast aan de voorportieren. Dat maakt het wat ingewikkeld om helemaal legaal op weg te gaan. Maar kijk nou eens hoe vet dit is. En ja, op het moment dat je gaat offroaden is dit natuurlijk wel echt de ultieme belevenis. Je zou maar zo elke dag naar je werk kunnen rijden. Nu ik hier zo sta, schieten er twee woorden door mijn hoofd. Onbegrepen en onweerstaanbaar. Dat onbegrepen duidt een beetje op de reacties die ik krijg van volwassenen op deze auto. En niet iedereen vindt hem even tof en begrijpt hem niet helemaal. Want de een zegt, oh belachelijke kleur, wat een aandachttrekker. Maar dan kijk je naar de reacties die kinderen geven zodra ze deze Jeep Wrangler zien rijden. Dan krijg je high fives, je krijgt brede glimlachen, je krijgt een en al begrip en bewondering. En dat is een van de redenen waarom ik mijn hart heb verloren aan deze auto. Hij slaat inderdaad niet altijd overal op in Nederland. Zeker niet als je de deur en het dak en de achterkant verwijdert. Maar dat het kan, maakt deze auto onweerstaanbaar. En hoe meer ik met deze Jeep Wrangler onderweg ben, hoe meer ik denk echt dat hij nooit meer weggaat. Onweerstaanbaar.